Dit is inmiddels nummer 1532 met een uitzending voor vandaag, 25 januari 2019. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag heb ik het altijd interessante satellietnieuws van PNL-DLO van de afgelopen zondag. Verder heb ik aan het eind van de uitzending uitgebreid data in MFSK 32 bij 1500 Hz. Het zijn drie kleine afbeeldingen waar ik, spoiler alert, bij moet vermelden dat diezelfde data morgen ook in de Slow Scan Radio uitzending zit. Voor degenen die dat niet weten, die uitzending zit vanaf 1400 uur onze tijd, morgenmiddag op 60, 70 kHz op de korte golf. Morgenmiddag dus om 1400 uur, 1300 UTC, op 60, 70 kHz. PNL, DLO, PNL, Delta, Lima, Oscar. Even kijken naar het nieuws van deze week. Nou, een aantal herhalingen zitten erin, zoals de Thaise knaksat, CubeSat. Dat ze dus verwachten dat hij wel weer terugkomt als de batterij een beetje vol begint te raken. En dat iedereen uitgenodigd wordt om te gaan luisteren naar het bakensignaal CW op 435, 635. Maar ja, ik heb het ook weer eens geprobeerd, maar niks gehoord. En kennelijk komen er ook geen andere rapporten. Dus het ziet er een beetje somber uit. Maar goed. Ja, dan hebben we de afgelopen week dus een lancering gehad vanuit Japan. Dat was een beetje ander soort lancering dan normaal, van een ander lanceerplatform of centrum. Uchinoura Space Center en met een Epsilon raket. Nou, dat is helemaal geslaagd, hoewel het dus op het laatste moment nog een dag uitgesteld werd, maar oké. En daarbij zijn dus de nodige satellieten en een baan om de aarde gebracht, waaronder ook een Nexus en Origami Sat 1. Daar komen we straks nog even op, maar het is in elk geval een eind gelukt. Nexus, dat was even lastig om die te identificeren. In het begin dacht ik al heel gauw te weten welke dat was, maar toen verschenen er weer nieuwe baanparameters. En toen bleek het een stuk ingewikkelder te zijn. Toen bleken er weer drie objecten heel dicht bij elkaar te zitten. Maar 1 seconde van elkaar af. Ja, en dan wordt het onduidelijk welke welke is. Maar gelukkig zijn ze nou redelijk snel uit elkaar gaan driften. En nu weet ik zeker dat Nexus dus 43937 is. En die zit op 437.0732. Dus een beetje lager dan de geplande 075. Maar goed, hij moet dus een lineaire relay aan boord hebben. Uplink op 2 meter, downlink op 70 en een baken op 70. Met ook nog een tweede baken, dus op 435.900, maar ook op 437.075, eigenlijk 073. En hij heeft de call JS1 Yankee Alpha Vector. Daar kun je dus in telemetrie terug gaan zien. Nou, die satelliet doet het prima, meestal dus met zijn CW-telemetrie en op dit moment. En hij is in elk geval keihard, dat is geen enkel probleem. Dan Origami Sat 1, heb ik inmiddels ook weten te identificeren, dat is 43933. Dat is heel zeker. En die zit echt een stuk lager dan gepland. Die moest op 437.505 zitten, maar hij zit op 437.499, 6 kHz lager. Dat is even in de gaten houden. Nou, die satelliet, een 3-unit CubeSat, JS1IAX, van Tokyo Technologisch Instituut, die doet het ook wel, maar daar zijn af en toe wat gekke dingen mee. Af en toe dan is hij onbereikbaar, dan doet hij niks. Het commandostation heeft nogal last van allerlei dingen, waardoor ze de satelliet niet of nauwelijks kunnen bereiken. En af en toe verdwijnt de satelliet weer een halve dag. Maar als die dan uitgevallen is, dan reset hij zichzelf gelukkig. En de volgende dag doet hij het dus weer gewoon. Dus dat is een beetje behelpen allemaal. Maar in principe
doet hij het wel, maar het is nog even gedoe voor het grondstation om echt contact te krijgen met dat ding. Ze willen verschillende modus uitproberen, maar het lukt nog niet zo heel erg. Hij moet ook gaan zenden op 5,840 gigahertz met high speed data, maar dat lukt voorlopig nog even niet. Maar goed, die twee doen het dus. Nou is er ook nog een derde satelliet die op amateurfrequenties zou moeten werken. AOBA Velox 4, maar die doet niks. Die zou 437.225 moeten zenden. Maar sinds de lancering niks van gehoord. Helemaal geen rapport, ook van andere delen van de wereld of zo. Dus het lijkt dat die satelliet weer zo'n geval is van... leuk dat ze hem gelanceerd hebben, maar hij was meteen al kapot en hij doet niks. Jammer, maar helaas. Nou, dat gebeurt nog alles vaker met CubeSats, maar ja. Er zaten nog wat andere satellieten bij, ook eentje die op S-band werkt. Die is daar inderdaad ontvangen en kon dus ook geïdentificeerd worden, maar daar hebben wij als amateurs niks aan. Ja, AMSAT NA met zijn feest, 50-jarig bestaan dit jaar... met zijn awards allemaal, heeft het vorige week over gehad. En het model van Fox 1 CubeSat wat je kunt downloaden of kopen eigenlijk van AMSAT NA. Daar kun je dus een 1-op-1 model van Fox 1 satellieten bouwen. Als je nog op zoek bent naar een leuke baan, dan moet je eens gaan kijken bij de Universiteit van Arizona. Daar zoeken ze iemand die ontwikkelwerk wil gaan doen aan CubeSats. Dus... als je daar iets van weet en in geïnteresseerd bent, dan kun je daar eens gaan kijken misschien. Van 23 tot en met 25 april is er een CubeSat Developers Workshop in de Cal Poly San Luis Obispo Universiteit in Californië. En daarachteraan zal meteen ook een CubeSat training worden gegeven. Als je dus meer wil gaan doen met ontwikkelen en bouwen van CubeSats, dan kun je daar terecht. Dan Chinese amateursatellieten die eraan zitten te komen. Al een tijdje zijn er verhalen dat CAS-5A, CAS-5B en CAS-6 op het punt staan gelanceerd te worden. Af en toe verschijnen er weer wat geruchten, maar meestal is het heel erg stil. Het is helemaal onduidelijk wanneer die nou echt gelanceerd gaan worden, maar... het zou bij wijze van spreken elke dag kunnen gebeuren, maar het blijft erg stil. Maar intussen wordt door onder andere de Chinese amateursatellietgroep, CAMSAT, alweer gewerkt aan de volgende CubeSats, of in ieder geval amateursatellieten, laten we het zo zeggen, het zijn niet allemaal CubeSats, die over een tijdje weer gelanceerd gaan worden. Zo komt er nu aan CAS-7A... en dan CAS-7B en TTU-101. Nou, die CAS-7A en B die worden dan tegelijk gelanceerd, als het goed is, op 5 april. Naar een baan op zo'n 400 of 320 bij 400, een beetje elliptische baan. Maar wel maar een baanhelling van 42,7 graden. Dus dat wordt een beetje spannend. Die zullen we misschien hier niet binnen ons bereik krijgen. Dan moeten we even kijken of we hem laag aan de zuidelijke horizon af en toe zien. Maar goed, CAS-7A die moet nogal interessant worden. Dat is een microsatelliet, is wat groter. 75 bij 65 bij 26 centimeter. 27 kilo en daar zit van alles in. Lineaire relaisstations van 15 meter naar 10 meter, van 15 meter naar 70 centimeter. Een CW-baken op HF, lineair van 2 meter naar 70. Een FM-relais van 2 meter naar 70. En allerlei bakenzenders op 70 centimeter. En op 3 centimeter, dus met 10 gigahertz. Met... 1 megabit per seconde, onder andere voor beelden, foto's en dat soort dingen. Er zit een camera in, 3-assig gestabiliseerd natuurlijk om goede foto's te maken. Dus dat wordt een ingewikkeld apparaat met veel mogelijkheden. En maar eens afwachten of wij daar ook iets mee kunnen.
Cassiope B is wat kleiner. Dat is een bolvormige satelliet met een diameter van 50 centimeter. Massa 3 kilo. Er zit iets minder ingewikkelde dingen in. Dat is een relais voor FM van 2 meter naar 70. Met een CW-telemetriebaak op 70. En die zal dus tegelijk met Cas7A worden gelanceerd. Dan een CubeSat, een kleine 1 unit CubeSat, TTU 101. Die moet allerlei aardobservatie dingen gaan doen. Maar die krijgt dus ook amateur downlinks op 10 gigahertz. High speed data en andere telemetrie en ook op 435 en downlink met 9K6. Kennelijk geen relais daarin. Die moet vanuit Rusland vreemd genoeg gelanceerd worden. Ik weet niet of het ook een echte Chinese satelliet is, maar goed. Nee, wacht even. Dat is een heel ander. Is van Tallinn Universiteit. Dus van de Baltische Staten. Staat hier wel bij de Chinezen, maar daar hoort hij niet bij. Nee, dat is een andere CubeSat. Goed, maar die heeft dus vooral leuke telemetrie en andere data downlinks. Nou, verder allerlei activiteiten vanuit verschillende hoeken in de VS hebben wij niks aan. ARIS-verbinding is er ingepland met Canada. Op de 23e, maar dat gaat via Telebridge in Australië, hebben wij niks aan. Er is wel een soort ARIS-verbinding geweest van een half uur lang via een telefoonverbinding en dan met een link van de NASA, zonder amateurs dus, met astronaut Mike Fossum. Dat ging over de 25e Australische Scout Jamboree die onlangs gehouden is, 12 januari. En daarbij kregen dus een heleboel scouts de mogelijkheid om uitgebreid een half uur lang te babbelen met die astronaut over alles wat met de ruimtezaken te maken heeft. Nou, verder. Even kijken, er zijn allerlei discussies over hoe we nou verschillende satellieten die geen amateursatellieten zijn, buiten onze banden moeten houden. Nou, dat niet lukt, zal ik dadelijk nog aangeven. MinX-S2, die moet uiteindelijk toch het object 43758 zijn, want er zijn geen andere meer over. Maar om dat nou te controleren is heel moeilijk, want de laatste tijd zendt de satelliet helemaal niks meer. Dus geen downlink meer. Het commandostation was van plan om hem te resetten afgelopen week, maar dat is er kennelijk niet van gekomen. Dus helaas, geen signalen meer waar we iets mee kunnen. Verder. De Nexus-discussies hebben we gehad, ja. Origami, ook alles bekend inmiddels, ja. Dan hebben we straks, kreeg ik een mailtje van Rob bij een ITR die me attent maakte op een signaal van een satelliet op 70 centimeter. En die was onbekend. En dan vroegen we ons af, wat is dat? En wat blijkt, die zit net op een hele ongelukkige frequentie, precies in het stuk CW-band, waar juist heel veel moonbounds en dergelijke activiteiten zitten. Nou, ik ben dan meteen gaan monitoren. Ik zag al meteen een paar passages gaan meten en identificeren. En ik had al gauw door welke het was. Het blijkt een Chinese rakettrap te zijn van een Lange Mars 4B raket, object 43656, oftewel 2018-81B. En die blijkt te zitten op 432-0836,
Nou, dat is natuurlijk een hele ongelukkige frequentie, maar bovendien buiten de satellietband. 432, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus dat moet iets illegaals zijn. Nou ja, dan zeggen ze in Amerika wel, nou ja, wat heet illegaal? Volgens de ITU mag het, maar ja, daar zijn we niet blij mee. Dus die satelliet, of althans dat object heb ik wel weten te identificeren, maar nou is de vraag, wat zit daar te zenden? Nou, er is weinig of geen kans dat het de rakettrap zelf is, maar waarschijnlijk zit er een payload aan die rakettrap vast. Nou blijkt dat dat inderdaad wel eens heel goed zou kunnen. Want wat blijkt, een paar maanden geleden heeft Alibaba bekendgemaakt, en overigens ook AliExpress, dat ze van plan waren iets met ruimtevaart te gaan doen. Ze wilden twee dingen gaan lanceren. Een mini space station en een communicatiesatelliet. En die mini space station zou dan Candy Tin heten. En de satelliet Tmall International. Nou ja, en die zouden ze dan vanuit China gelanceerd weten te krijgen. En dan daarmee allerlei leuke dingen gaan doen. Nou, toen was het even stil. Allerlei mensen zijn op zoek geweest van, we weten van niks, komt er nog iets van? Waar zit dat signaal dan en zo? Maar intussen zou het dus wel eens kunnen zijn dat het deze payload is die gewoon aan die bovenste trap van de Chinese raket is blijven zitten, die eigenlijk een andere satelliet gelanceerd had. Dus het lijkt erop dat we een van die satellieten, die mini space station of die communicatiesatelliet, nu horen op 70 centimeter op een super onhandige frequentie. En die is dus ook zeker niet gecoördineerd door de IARU. Nou, dat geeft weer meteen een hoop discussie. Wat moeten we hier nou mee? Maar ja, zo gaat dat. Die satelliet is dus keihard, breed signaal, met een ingewikkelde telemetrie, en die zal ook wel niet makkelijk te decoderen zijn, en dat maakt het dus al extra spannend. Zo gaat dat. Nou, even kijken. Ja, andere satellieten, nou ja, de amateursatellieten, even kijken. Die doen het allemaal netjes over het algemeen. Falconsat 3 volop bruikbaar. Oscar 7 steeds in mode B in principe. Oscar 92 normaal mode UV, vandaag weer LV. En dat is redelijk goed gelukt, blijkbaar. En Oscar 11 was de hele week ingeschakeld. Oscar 29 doet het goed. XW2 A, B, C, D en F allemaal operationeel. CAS 4 A en B, Oscar 50, Oscar 73 dit weekend weer in amateurmode geweest, grootste deel van de tijd. Oscar 86 in bedrijf, Oscar 91 doet het, Oscar 88 een beetje. Oscar 97 nog steeds alleen maar telemetrie, daar zouden we binnenkort nieuwe dingen van mogen verwachten. Die zou wel eens wat amateurspul ingeschakeld kunnen gaan krijgen. Maar er is nog geen nieuws over. Oscar 84, Digipeter doet het. Space Station blijft nog stil afgelopen week. Dus dat is een beetje onhandig. Ja, en dan de nieuwe satellieten. Dus Nexus en Origami zat alleen nog maar wat telemetrie. Afwachten tot ze daar echt dingen gaan doen. Dan de nieuwe Amsat fase 4A in de geostationaire baan. Die is afgelopen weken geleidelijk naar zijn uiteindelijke positie gedrift. Van 24 naar 26 graden oost. Daar is hij nou zo'n beetje aangekomen en dan zal hij wel vastgehouden worden. Het testprogramma loopt nog steeds. De verschillende systemen, dus ook het amateur gebeuren, worden allemaal getest. En steeds meer amateurs zijn bezig
apparatuur voor te bereiden voor op zijn minst ontvangst, maar misschien ook voor zenden. In Engeland is de BATC-club bezig geweest met het opzetten van het grondstation in Cornwall. Bij Goonhilly Earth Station, daar hebben ze dus een aparte antenne, aparte schotel, om continu de downlink van fase 4A straks te kunnen ontvangen. En dan op een web-SDR te zetten van BATC. Ze zijn bezig de zaak te installeren en te configureren en dat is al een heel eind klaar. Dus ze zijn op tijd voor als de satelliet geactiveerd wordt. AmstelDL heeft een compleet grondstation bestaande uit een aantal rekken en zenders, ontvangers en software, noem maar op, intussen verscheept naar Qatar voor installatie in het grondstation daar, zodat daar dan de complete besturing van de satelliet kan worden gedaan. Een soortgelijk station wordt bij AmstelDL geïnstalleerd in Bochum bij de 20 meter schotel die ze daar hebben. Dus ook AmstelDL kan dan als grondstation gaan fungeren. En verder worden er nog allerlei dingen geregeld in Qatar voor amateurclubs enzovoorts. Dus dat wordt allemaal voorbereid voor de definitieve acties. Dan Space Station, daar hebben ze de Dragon zien vertrekken afgelopen maandag. En die is geland in de Stille Oceaan. En dat is allemaal prima verlopen. Die is intussen terug bij SpaceX, respectievelijk NASA. Verder in het Space Station heel veel biologische en medische experimenten. En eergisteren is de baan van het Space Station weer iets verhoogd. Nou, en verder wordt er een progress volgestopt met afval, want het gaat over een paar dagen vertrekken. Dan is er over een paar dagen, de 24e, een lancering te verwachten vanuit India. Een PSLV met een paar kleine satellieten, nou in ieder geval Microsat R. Maar daar zit ook bij Kalamsat, een studentensatelliet, of althans payload. En die wordt aan de bovenste trap van de raket vastgemaakt. Die wordt niet als satelliet gelanceerd, maar die blijft aan die bovenste trap zitten. En zal dan actief worden. Die zal ook als amateursatelliet ongeveer beschikbaar worden gemaakt voor amateurcommunicatie. Verder is daar niks van bekend. De IARU weet van niks, dat is niks gecoördineerd, maar die satelliet die schijnt dus op amateurfrequenties actief te gaan worden, maar er is verder geen informatie over. Het wordt dus steeds moeilijker om duidelijkheid te krijgen over satellieten die wel of niet gecoördineerd zijn. Nou, IARU heeft daarbij geholpen door weer een page te publiceren waarop de satellieten te zien zijn die zeker niet door de IARU zijn gecoördineerd en die dus illegaal zenden. Ja, daar zit dus ook die Eaglet 1 bij uit Italië die onlangs gelanceerd was. Die is echt niet gewenst op amateurfrequenties vanwege zijn scheepuitzendingen, scheepinformatie en zo. Nou, gisteravond dan eindelijk de lancering geweest van USA 92, oftewel de nieuwe supergeheime spionagesatelliet van de Amerikanen. Die werd naar een supergeheime baan gelanceerd, dus binnen enkele uren was die al opgespoord en waren de baanparameters al bepaald. Dat ging dus weer lekker vlot. Niks geheim, daar zoeken we gewoon even op. Nou, verder. Andere lanceringen later pas. Daar hebben we nog even de tijd voor. Ook naar het Space Station eind februari of pas in maart met een nieuwe bemanning naar boven. En ook de eerste test van een Crew Dragon van SpaceX is weer iets uitgesteld. Allemaal vanwege de gedeeltelijke sluiting van de overheid, wat tot enorme problemen en vertragingen leidt. Ook op ruimtevaartgebied en dus ook
hierdoor is de lancering van de SpaceX-modules vertraagd. Want ze kunnen geen machtiging aanvragen, want die club is niet actief. Dus dat gaat weer allemaal heel handig. Nou, dat zijn denk ik zo even de belangrijke dingen van deze week. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
gauw naar het toer.